muren zweven op een kleding. Erik. Hoi. Kijk eens wat mooi strand daar. We zijn in Les Rochers-sur-Loire, een dorpje aan de Loire. Daar staan we even met de camper op het marktpleintje en bij een heel bijzondere fontein. Als die vol wordt, die bak hier zo, dan rolt die om. Prachtig! Op het marktplein. We staan op wijngoed Domaine de Deux Moulins. Het is een wijnboerderij. Net eventjes een wijnproeverij gehad. En dit geloof je niet. Prachtige plaatsen onder de bomen met gratis elektriciteit. Je overnacht hier ook gratis. Wel prettig is als je een paar wijntjes koopt, maar dat hebben we net ook gedaan. Je kunt hier douchen, naar de wc. En alle faciliteiten zijn eigenlijk aanwezig. En allemaal gratis. Hier is de proeverij en ook nog een plekje waar je allerlei groentes kunt kopen. Heerlijke tomaten. Echt van alles wat. En het gaat zo over in de wijnerij, de wijngaard, de Anjou, dat is de streek van hier. En vooral de rosé is hier heel erg lekker. En Laka die wordt ook helemaal verwend hier, hè? Oh, dat vindt ze fijn. Stroompunten zijn een beetje verstopt achter de bosjes, maar die zitten tegen de schuur aan. Dan mag je gewoon een stekker insteken. Helemaal klaar. Zorg wel even dat je een wat langere kabel bij je hebt, want soms is het best wel een stukje.